goedemorgen, slash middag, slash avond. Ligt eraan wanneer je de video kijkt. Maar voor mij is het in ieder geval morgen en ik ga vandaag weer eens vloggen. Sinds 5 jaar. I'm sorry. My, oh my. En voor het geval jullie het nog niet hadden gezien, trouwens. Het is echt super chill weer vandaag. Yo, Daan. Ik vind je idee om te gaan zwemmen eigenlijk een best een goed idee. Nice, man. Yo. Yo, Joel. Heb je zin om te gaan zwemmen met Daan, hè? Bij de zoo? Ah, oh, dat is niet gek. Wat? Ja, maar wij zijn altijd met een... Heb je niet gedaan? Zwemmen. Zwemmen? Ja. Waar? Bij de zoo. Heel lekker. Ja? Ik ben over het algemeen best wel lekker. Ja, ik ook, dus ik maak me er geen zorgen om. Nee, precies, ik ook niet. Nou, er is dus een nieuw plan voor vandaag bij. Ik had zojuist de GoPro in mijn mond. Yo mate, I'm searching for my phone, I lost it. Oké, ik ga mij zoeken. Heb je hem? Ja. Nice. We zijn gearriveerd. Hey, nu we hier zijn heb ik eigenlijk ineens helemaal niet meer zoveel zin om te gaan zwemmen. Het is echt best wel koud. Dat heb ik eigenlijk nog niet eens gevoeld. My, oh my, summer day, sunrise, I'm feeling so Dit is trouwens dezelfde plaats waar we hebben gezonnen. Een van de eerste hashtag avontuurlijks. Dat we in de winter ergens gingen zwemmen. Dat was hier. Tweede. Ja, tweede. Ik zei ook één van de eerste. Nou, het was zeer gezellig. We hebben net even een video opgenomen voor Freak Channel 3 over het feit dat ik even voor een tijdje stop met. Ja, niet meer echt veel bezig ga zijn met Freak Channel 3. Wat eigenlijk nu best wel tegenstrijdig is dat ik toch wel vlog, maar. Ik had er nu even tijd voor en zin. En we zijn allemaal super enthousiast allemaal. Voor de mensen die het willen weten. Film deze, ouwe. Nice. Maar voelde het goed? Ja. Beter als een erectie. Ik vind een erectie nooit zo goed voelen. Onderhand zijn Daan en Joel vertrokken. En ik ga denk ik nu even de video editen die we net hebben gemaakt. Zodat die maandag gewoon gegarandeerd online staat. Aan het feit dat ik jong ben, vind ik echt ontzettend. Nou, eigenlijk twee dingen. Eén ding is dat ik nog naar school moet, en het tweede is dat ik niet naar festivals kan. Want als ik iets echt zo ontzettend graag wil, is naar een festival. Echt, holy shit. Ik ben sinds kort begonnen met hardlopen en dat doe ik eigenlijk met Daan en Joel. Want Daan en Joel waren wel een stukje eerder begonnen, maar ze hebben mij een beetje aangestoken. En ik merk eigenlijk dat ik echt hardlopen ontzettend leuk vind. En ik zie Joel net binnenkomen. Oh, dat deed zo tering veel pijn. Tumam! Maar we gaan meedoen aan de drie dorpenloop. De marathon van de wereld. Maar dan is het in plaats van... Hoeveel is de marathon? 42 toch? Ja. En ons marathon is dan 4 kilometer. Maar dan wel 4 zwaardere kilometers, dus het staat gelijk aan de marathon. Nou, dit is precies de plek waar we moeten starten. Dus we gaan hier starten. Doei! Veterstriktheid. Oh, mijn benen branden best wel. Ik ben er eindelijk. Dan heeft de finish gehaald, je wil niet. Ja, maar zijn gaan ze hier toch de meeste van. Nou, het was een gezellige dag. Bij deze eindig ik mijn vlog. Tot de volgende keer. Doei. Yo, freak gasten. Dat moet je op het begin van de video. Doei.